Ook een documentaire met unieke beelden uit een snel vervlogen tijd die toont hoe het leven aan boord van de Windjammers is geweest. Sail 90 speelt zich af hier op het IJ tot en met dinsdag met tal van evenementen. En het is nu burgemeester Van Tijn van Amsterdam die het startsein zal geven voor dit waterfeest bij uitstek. Dames en heren, driemaal is geen scheepsrecht. Want voor de vierde maal verwelkomen wij Sail Amsterdam. Nog weer grootser en nog weer gezelliger dan 5 jaar geleden. Ik feliciteer de organisatoren en ik wens de duizenden deelnemers en de miljoenen bezoekers een aantal fijne dagen in en om de haven van Amsterdam. En ik verklaar hierbij Sail 90 voor geopend. Vast in de sfeer te brengen van de samenvatting van de Parade of Sail, een voorproefje van de hoogtepunten van de aankomst van deze indrukwekkende zeilschepen. Thank you.
straks krijgt u van ons een uitgebreide reportage van de Parade of Sail eerder vandaag. Met in de hoofdrol de windjammers die bewaard zijn gebleven uit de tijd dat de zeilvaart nog de Wereldzee bevoer. Over die tijd gaat nu de volgende documentaire In de ban van de wind. Het eind van de dertiger jaren. Op de oceanen voeren nog grote zeilschepen, de laatste. Overal ter wereld hadden de reders hun zeilvloten vervangen door stoomschepen. Maar op de Finse Ålandeilanden was er een man die gefascineerd bleef door het zeilschip. Snijbos Gustav Eriksson. He believed in these ships, he loved them, he knew how to handle them because he was a captain himself and sailed as a master for 13 years. And when we came to the 1930s, he was practically the only one in the whole world who still had big sailing ships. Gustav Eriksson was maar een van de vele reders die vanaf de Ålandeilanden hun schepen over de wereldzeeën stuurde. Maar hij was wel degene die de windjammers het langste lonend liet varen. De rederij bestaat nog steeds en, alsof hij er gisteren is weggelopen, is het kantoor van de in 1947 overleden oprichter in stand gehouden. Een eerbewijs voor de man die de schepen liet zeilen, ook al was er commercieel gesproken soms tegenwind. Zijn schoondochter heeft de laatste jaren van de zeilperiode nog meegemaakt. Als het een goede vracht was, dan kreeg je heel veel binnen. En waren er stormen en er ging een heel zet zeilen en dan er was veel reparatie, dan begrijp je dat het ontzettend veel minus was, want hij had ze nooit verzekerd. Te verzekeren, dat loonde zich niet en dan was het helemaal onmogelijk, want dat kon je niet betalen. Maar hij was altijd heel erg precies hoe de schepen uitgerust waren, hoe de schepen geladen werden. De schepen waren in een perfecte conditie. Duizend jaar lang al waren de zeeën de belangrijkste handelswegen geweest. Tussen landen en later tussen continenten. Duizend jaar lang was de wind de krachtbron. Zeilschepen van de laatste generatie waren betrouwbaar. En goed georganiseerde, op zichzelf staande wereldjes. Maar de 20e eeuw was de eeuw van de stoom. En dat maakte de zeilschepen ouderwets. They were comparatively modern. That was the last era of the sailing ships used for freighters in the whole world. That was the peak of the development, which has been going on for many, many, say, hundreds of years, maybe. Er waren nadelen aan zeilschepen. Zo was het altijd maar afwachten hoe lang een overtocht zou duren. Een vraag wanneer de lading zou aankomen. Graan was uiteindelijk de laatste vracht die overbleef. Graan dat de halve wereld over werd vervoerd, van Australië via Kap Hoorn naar Europa. 3, 4 of 5 maanden varen. Well, everything from Australia, everything under 100 days was a very good trip. But it could take up to 130, even to 150 days. And then, of course, the worst problem was the food was shortening. You know, the potatoes, they could not hold too long, for instance.
fresh water, well, that was in Russian, you know, mm-hmm. so there was always something left of the water. Yes. It had to be something. Soms was het hard werken aan boord, maar soms ook moest er iets verzonnen worden om de verveling te verdrijven. Een hengeltje uitgooien bijvoorbeeld, om een haai te vangen. Haaienvissen was sport. Dolfijnen leverden welkom vers vlees. Het waren vooral activiteiten waar men aan toe kwam als de wind verstek liet gaan. Dat gebeurde met name in de beruchte doldrums, een gordel van windstilte rond de evenaar. Daar konden dagenlange perioden voorkomen zonder wind en met een vaak verstikkende hitte. The second time I was in Archibald Russell, we had a very fast trip up to the 2-3 degrees north, you know. And Captain said, now we'll make a record trip, you know, Captain Big Mike, Mikhail Sjögren. And then we got 17 days of doldrum. Just no wind for 17 days, only the hot sun. And then his mood was going down. You should be careful what you said to him by that time. Åland. Duizenden rotsige eilandjes in de wijde zee tussen Zweden en Finland. Hier was de thuishaven van de laatste grote zeilvloot. De Ålanders hebben een lange scheepvaarttraditie en aan de kade van de hoofdstad Mariehamn ligt als monument nog steeds één van Erikssons zeilschepen, de viermastbark Pommeren. The first people who came here, they came as fishermen and hunting seals, and all that was about say 5-6,000 years ago. And all the time since that, we have been dependent on the sea. The shipping has been very important to us, and it still is today. Eriksson schonk haar laatste zeilschip aan de gemeenschap van Mariehamn. De enige nog volkomen originele vrachtvaarder ter wereld ligt afgemeerd naast het Ålands Scheepvaartmuseum. Een rijke verzameling houdt hier de herinnering levend aan de belangrijke rol die de scheepvaart altijd heeft gespeeld voor de Åland-eilanden. In de westerhaven van Mariehamn verzamelden zich ieder jaar de grote zeilschepen om na hun tocht naar de andere kant van de wereld het broodnodige onderhoud te krijgen en te worden uitgerust en geproviandeerd voor hun volgende rondreis. Het was eigenlijk een fantastisch gezicht dat je de haven kwam en al die zeilschepen lagen. Dat was helemaal iets. Ik geloof dat je het niet gelooft dat het... Als je het nu zou zien, alleen maar op de plaatjes, dan zeg je, het is onmogelijk.
In de tijd dat hij de meeste zeilschepen had, hoeveel waren het er toen? Ik geloof het waren er 36, 33 of 36 waren er. Want mijn schoonvader had ook een boerderij. Dus van de boerderij van Lemland, waar hij eigenlijk thuis hoorde, tot rondom heen, dan kwamen er, hoe noem je het, zwijnen, varkens aan boord en kippen aan boord en vlees wat gezouten was. Dat was alles vers van toen genomen en toen werd dat gepikkeld en gezouten en meegenomen. Dus die twee maanden die ze hier waren, werkten ze heel erg hard om dat alles in orde te krijgen. En als ze dan de schepen gingen, zagen ze uit als zwanen. In het museum zijn de kombuis en het foksel, het bemanningsverblijf van de bark Helmi, te zien. Deze ruimte was soms een jaar lang het thuis van de bemanning. Van matrozen die uit alle windstreken afkomstig waren. All the people of the crew came from the Åland Islands? No, not at all. It was maybe, I should say, maybe half of the crew. Some from the mainland of Finland and from Sweden and Denmark, you know, because they also have to have sailing practice. And also from Holland and Belgium and some Englishmen, because if they wanted to be a pilot in the Thames, for instance, they had to have sailing practice. A couple of years. Mm. And Gustav Eriksson was the only company that could give them that practice. Yeah, he was the last owner of the last sailing ship fleet, yes, in the world, really. Mm. And you know, when we sometimes laid up here after a voyage from Australia to England, and we had maybe sailed to Mariehamn for 1 month in the summer, because before we sailed down again. You know, by that time when we laid here, Gustav Eriksson was on board every day and looking at the ship and pointing with his stick with the silver handle, you know, what's that? That has to be repaired and so on. And he knew every detail of his ship, you know. Deskundigheid op het gebied van schepen en vracht, goed koopmanschap en een gezonde dosis zuinigheid waren belangrijke eigenschappen van Gustav Eriksson. Zo hield hij zijn schepen varend op een winstgevende manier. Hoewel die winst niet altijd iets was om over naar huis te schrijven. Well, it was a very, very thin margin he had, I know. His son, Edgar Eriksson, told me once that when one of those ships came back after a year away, it was the bark Winterhude, she had only 75 English pounds in net profit. That was all. De zeilschepen die gingen met de natuurlijke kracht, met de wind. Dus die hadden eigenlijk niets nodig als wind en zeilen. En die waren goed gebouwd, het waren staalschepen. En mijn schoonvader daar is zo goedkoop kon kopen. De mensen wilden zich toch, die wilden de moderne stoomschepen kopen, niet waar. Toen hield hij de zeilschepen, want hij kon er werkelijk bij verdienen. Dus daardoor heeft hij het zo lang uitgehouden. In de vooroorlogse jaren was in veel landen zeilervaring verplicht voor het volgen van een nautische opleiding. Sommige landen bouwden speciale opleidingsschepen, maar Eriksson zag de mogelijkheid om leerlingen aan te monsteren als goedkope bemanningsleden. Was het een hard life for the crew? Not in my opinion.
Because, well, you see, I was born as a farmer's son out on the countryside, and I was used to heavy work. So it, for me, it was not too bad. And those big sailing ships made by steel, they were strong, the rigs were strong. It was much harder, I know, on the old sailing ships, which they had here before, sailing ships built by wood. Well, it could be hard sometimes, but you always forget that when you have passed the west winds and came into the trade winds again and dried up, you know. And you know, we were young by that time, so it was just work. And we were on board to get our practice, most of us, our practice to get into navigation school. And so we never think about the hard life about it. Mm-hmm. And you had to have time in sail to become an officer? We had to have 3 years in sail to get into the navigation school, to the mates class. And then 2 years more to the captain's examination. De wind neemt toe en er moet zeil worden verminderd. Vanaf het dek wordt het zeil tegen de ra aangehesen en dan is het want in om het zeil vast te maken. Het lijkt avontuurlijk en gevaarlijk, maar het was niets anders dan het dagelijks werk. De laatste zeilschepen waren helemaal van staal, tot en met masten en razen en bijzonder degelijk. Voor een geoefende bemanning was dit routine. I was 3 years in the same ship and there were no any accident. So it was not as dangerous as it looks to us. Yeah, it is because every get used of it. So never mind if it was gale or darkness and so on. So well, everybody knew what they have to do. And often when there was very 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 heavy job, we was called to the captain and having a small drink. Thank you for a good job and so on.
De zeilreuzen van toen zijn maar klein vergeleken bij de koopvaardijschepen van tegenwoordig en miniem op de onmetelijke vlakte van de oceaan. Een deel van hun tocht, het traject van Australië naar Kaap Hoorn, voerde door het slechtste weer dat er bestaat. De westerstormen van de Roaring Forties. When we had loaded in Australia and then went back to Europe and we went down south of New Zealand and then from New Zealand to Cape Horn in the west wind in the Roaring Forties. You are quite right, we were wet all the time really. One captain used to say in the Archibald Russell that we dived down under the water when we passed New Zealand and came up on the other side of Cape Horn. Wie in de eerste tientallen jaren van deze eeuw een carrière op zee zocht, moest de zee en haar krachten leren kennen aan boord van zeilschepen. En aan het einde van de zeilperiode betekende dat bijna onvermijdelijk op een van de schepen van Gustav Erikssons vloot. Hij heeft het volgehouden tot de oorlog begon in 1939. En toen was de Olivenbank de eerste die bij de Hoggersbank op een mijn ging. In 1939... Gustav Eriksson still had 11 of those big ships left. One of them sank in the North Sea, sailed on the mine in September 1939. Three were here in Mariehamn and so on. But as soon as the war was over, Gustav Eriksson sent two of them out from here again, the Viking and the Passat. And one was seized by New Zealand and sailed for them during the Second World War between New Zealand and United States. But Gustav Eriksson got her back again 1948. And as late as in July, in the 9th of July actually, she came around Cape Horn with the absolutely last cargo of grain from Australia to England. And that was the finish, we used to say. Wat nu nog rest van die tijd zijn vooral herinneringen. De oude zeilvaarders van Åland komen nog regelmatig bij elkaar. Maar op iedere bijeenkomst is de groep weer kleiner geworden. De andere is Holger Johannes Sjöström. Han ska jordfästas den 9/9. Klockan 13. Och det har väl meddelats också i tidningarna. Och efter bruklig sted så föreslår jag att vi reser oss alla och håller en tystning.
heeft van Monika zo'n hart. Het grootste deel van dit gezelschap is als matroos, als leerling, rond Kaap Hoorn gezeild. Maar er is nog één echte albatros bij, de eretitel voor een zeilkaptein. How many trips on sailing ships did you make around Cape Horn? 13. And that stopped when? 1939, when the war break out. And then you went in steamships? Just after. After I left the sailing ship, I went right away to the steamship. But as chief mate on the steamship, but that was under the war. What did you like better, sailing or steaming? Of course, sailing. Absolutely. This was a nice time for young people, of course. And but I don't want to have the time back. Het waren werkelijk zeelui, die werkelijk het pret daarvan met hun hele hart gingen uit. Nou ja, of course, we are as real sailors, but I suppose they are some kind of sailors today too. But there is a difference. Of course it's a difference, yes. When I finished my sailing in the Archibald Russell, I stopped at sea and went into steam. That was another life, yes. De mensen stromen nog steeds toe, maar over de kade valt nauwelijks meer normaal te wandelen. En de haven zelf is meer dan overvol met boten en bootjes. Iedereen is in afwachting van de lasershow en het grote vuurwerk. Sail kijkt terug op een fantastische parade. Een reportage over de intocht van de windjammers die vanochtend vroeg begon op de reede van IJmuiden. Donderdagmorgen 7:10. De ochtendnevel is opgetrokken. We zien hier de Crown Odyssey, een van de grootste cruiseschepen ter wereld, over het Noordzeekanaal vanaf IJmuiden richting Amsterdam gaan. Het laatste cruiseschip dat voorlopig hier de sluizen van IJmuiden, nu op de achtergrond in uw beeld, de sluizen van IJmuiden is gepasseerd. Want daarna is het de beurt aan de tollships, de windjammers, die de komende dagen het maritieme gezicht van Amsterdam gaan bepalen. Dit is trouwens een gigantisch cruiseschip waar 2000 passagiers op kunnen. De bovenste hutten hebben allemaal, als u heel goed kijkt kunt u het misschien zien, zelfs een balkonnetje buiten. Dat is wat je noemt de Love Boat. Maar goed, daar zijn we niet voor naar IJmuiden gekomen. Met nu op de achtergrond de hoogovens in uw beeld, gaan we in de richting van het sluizencomplex
Rechts in beeld ziet u zo dadelijk het VOC-schip de Amsterdam, die de afgelopen 5 à 6 jaar is klaargestoomd, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen, over een zeilschip. Je ziet hem in beeld in Amsterdam, ten oosten van het Centraal Station. Herkenbaar voor veel treinreizigers die langskwamen, het VOC-schip de Amsterdam. Een prachtige replica die straks de Parade of Sail zal aanvoeren. De hoogovens en in uw beeld van links naar rechts de Zuidersluis, de Middensluis en de Noordersluis. Waar wij ons ook met onze commentaarpositie bevinden. In de Noordersluis is de Seedof op dit moment een van de windjammers die al naar binnen is. Een aantal windjammers ligt al in het Noordzeekanaal klaar. En deze Seedof, dit prachtige grote zeilschip, het grootste ter wereld op dit gebied, ligt ook klaar om het Noordzeekanaal in te varen. Maar dat wil nog niet zeggen dat dan de Parade of Sail al begonnen is. Officieel zou die om 9 uur beginnen, dus dat is over een kleine 2 uur. Maar dat halen we waarschijnlijk bij lange na niet. Want er liggen nog veel schepen, veel van deze windjammers, deze tollships, op de rede van IJmuiden. En vanaf hier niet te zien. Met het blote oog niet, maar ook niet met onze camera vanuit de helikopter. De windjammers liggen daar en zijn de afgelopen 24 uur uit Zeebrugge in België gekomen als een laatste etappe in een aantal wedstrijden over de Atlantische Oceaan. Plymouth, La Coruña in Spanje, La Coruña in Spanje naar Bordeaux in Frankrijk, van Bordeaux in Frankrijk naar Zeebrugge, waar ze luister hebben bijgezet aan een maritiem festijn. En dan tenslotte de laatste etappe, de zogenaamde standrace, de Sail Training Association Nederland race naar Amsterdam. Of daar iets van terecht is gekomen, we hebben er op dit moment nog niets van vernomen, maar dat zullen we straks horen vanaf een van de deelnemende schepen, de Libertad, waar aan boord is onze verslaggever Michiel Bersenbrugge. Een van onze andere verslaggevers is in het zogenaamde HOC. Dat HOC staat voor Haven Operatiecentrum en dat krijgt u hier in beeld. Het is rechts naast de vuurtoren, die trouwens nog wat lager is. Dit is dat HOC en daar op het dak staat collega Gerard Arninkhoff. Gerard, vanaf de sluizen zie ik nog niets, maar kun jij misschien al iets zien komen? Ja, vanaf dit dak is al veel te zien. We kunnen vanaf dit dak met het blote oog zo'n 10, 12 windjammers al zien liggen. Niet alleen zien liggen, maar ook deze richting uitvaren. Als we kijken naar de richting van de zee, dan is het eerste schip wat daar aankomt varen is de Kaliakra, een Bulgaars opleidingsschip. Het is het schip wat ook als eerste zo meteen in de Middensluis moet. De Middensluis is de eerste sluis die zogezegd gevuld moet gaan worden met wat kleinere windjammers. En pas daarna, naar de Kaliakra, komt de Winston Churchill. De Malcolm Miller komt in die Middensluis. En pas daarna komen de echte grote windjammers hierheen. En wat we ondertussen ook gezien hebben van hieruit is dat een aantal sleepboten al naar zee is gevaren. Die straks de grote boten moeten gaan assisteren bij het binnenvaren. Dus hier is al volle beweging te zien, Joop. Inmiddels hebben we beelden hier van de Libertad, het Argentijnse schip. En daar aan boord is Michiel Bersenbrugge. Hallo Michiel, kun je mij verstaan? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij staat zeker niet op de begane grond, als je dat bij een schip kan zeggen. Hoe ben je daar zo hoog gekomen? Want dat is geen eenvoudige zaak. Nou, het is een heel aardig kunstje om hier naar boven te komen. Ik sta hier nu bij de eerste ra van de voormast, waaronder de fok zit. En je moet langs het wand helemaal omhoog klimmen om hier te komen. En dat moet op een speciale manier gebeuren, omdat je in een klein stukje is het even heel erg moeilijk. Dan hang je als het ware ondersteboven, maar met een klein zetje kom je er altijd. En dus sta ik hier nu boven bij de eerste ra. Het is eigenlijk een soort vierdelige zeilrace, heb ik begrepen, op de Atlantische Oceaan, Michiel. En jij hebt dat laatste gedeelte, dat is de zogenaamde standrace, meegemaakt. En die is van groot belang, heb ik begrepen, ook juist voor Sail 90. Ja, want de sailmanifestaties bestaan eigenlijk alleen maar bij de gratie van dergelijke zeilwedstrijden. De schepen die voeren na zeilwedstrijden naar een haven toe. En dat trok zoveel belangstelling dat op die manier eigenlijk de sailmanifestaties zijn ontstaan.
Toen in 86 geprobeerd werd om alle windjammers voor 1990 in Amsterdam te krijgen, toen was er geen race gepland van Zeebrugge naar Amsterdam. In Zeebrugge zou het eigenlijk allemaal ophouden. En toen heeft de Nederlandse organisatie van de Sail Training Association alsnog een wedstrijd georganiseerd. En die maakte het mogelijk dat alle schepen nu in 1990 Amsterdam aandoen voor Sail 90. En om iets te laten zien van de wedstrijd die we hebben meegemaakt vanaf Zeebrugge naar IJmuiden, laten we er nu wat beelden van zien. De Argentijnse windjammer, de Libertad, kan heel snel varen. Aan boord hangen de nodige prijzen om dat te bewijzen. Het zeilschip heeft nog steeds het snelheidsrecord, gevestigd in 1967. De wedstrijd, georganiseerd door de Nederlandse tak van de Sail Training Organization, begint voor de tollships om 8:30 s'avonds. Naast de Libertad doen nog 8 andere schepen mee, waaronder de Kaliakra uit Bulgarije, de Zagres uit Portugal, de Rus Tovaric, de Capitane Miranda uit Uruguay, de Sedov uit Rusland en de Hollandse Eendracht. Naarmate de start nadert, stijgt de spanning aan boord en neemt de bedrijvigheid toe. Iedereen staat op zijn post en voert bevelen uit. Druk overleg op de brug over de strategie. Een marineschip geeft het startsein, de race is begonnen. De zeilwedstrijd tussen de 9 windjammers, de tollships, is een race over 100 mijl van Zeebrugge naar IJmuiden. Allereerst moeten de schepen naar deze boei varen, 27 mijl verder. Vervolgens kunnen ze dan door naar IJmuiden, dat is 72 mijl, in totaal een kleine 180 kilometer. Omdat de wind uit het noordwesten komt en slechts windkracht 3 is, betekent dat de schepen als het ware tegen de wind in moeten. Omdat ze dat niet kunnen, gaan ze kruisen. Dat wil zeggen, ze gaan zo varen. En dat houdt veel werk in voor de bemanning. Het zit de Libertad niet mee, want het bovenste zeil van de grote mast, de Royal, zit vast. De Sedov loopt weg van de Libertad. Met het grootzeil lukt het beter. Alle noodzakelijke zeilen staan nu bij en iedereen maakt zich klaar voor de duisternis die invalt. De Sedov kruist de Libertad in de nacht. In de ochtend vaart de Libertad vrij eenzaam langs de kust. De Libertad heeft zijn reputatie van zeer snel schip nog niet kunnen waarmaken. We liggen achter het Russische schip, de Sedov, in allerlaatste positie. De wind heeft parten gespeeld. Er is niet of nauwelijks wind. We varen nu meer dan 12 uur en hebben nog steeds niet deze boei gerond om vervolgens te kunnen doorvaren naar IJmuiden. Vannacht werd om 3 uur besloten het anker te laten zakken omdat er helemaal geen wind was. It was about 0 knots of wind. So it becomes to go to the south. And the commander officers decide to anchor because we are near about the wave of the American ships, so they enter to Zeebrugge port. Om de achterstand van 3 uur ankeren in te halen is koortsachtig overleg op de brug om te proberen in ieder geval de Sedov in te halen. Nauwlettend wordt de radio in de gaten gehouden om de positie van de andere schepen te weten. Om 2 uur 's middags rond de Libertad de boei en kan ruim wind varen naar IJmuiden. Voor de bemanning is er nu zeilrust. Het poetsen van de onderdelen kan beginnen en de lijnen kunnen gerepareerd worden. De zeilen wapperen in de zwakke wind. Zeilend is IJmuiden nauwelijks meer te halen. Om 8 uur 's avonds schiet de Sedov vooruit. De motoren zijn aangezet, zeggen de Argentijnse officieren. Hij is uit de race. En vervolgens geven ze het bevel de dekken te schrobben voor Sail Amsterdam. Schoon en geboend vaart de Libertad de duisternis in. Om 10:30 s'avonds gaan de motoren van de Argentijnse windjammer aan. Het wedstrijdcomité heeft besloten de zeilrace te stoppen wegens gebrek aan wind. De bemanning doekt de zeilen op. Samen met andere schepen stoomt de Libertad op naar IJmuiden, want niemand mag Sail Amsterdam missen. Daar liggen ze dan kalm op de reden voor IJmuiden, de windjammers, de tollships. Daar komen ze gestaag
maar zeker aan op de sluizen van IJmuiden. De kapitein heeft natuurlijk de zaak in hand aan boord van zijn schip, maar dat neemt niet weg dat er een Nederlandse loods aan boord is. Men is verplicht een loods te hebben wanneer een schip een lengte over alles heeft van boven de 75 meter. Maar ook al is hij boven de 55 meter, dus 20 meter minder, dan zal er toch voor die loods betaald moeten worden, of je hem nu gebruikt of niet. Ook de Libertad krijgt een Nederlandse loods. En vanmorgen vroeg is Harmen Roeland meegegaan met, zoals dat heet, het beloodsen. Meneer Jonker, waarom hebben die schepen nog steeds een loods nodig? Nou, u zult het straks zien. Als de schepen naar binnen gaan, dan is het ongeveer top van hoog water. Dan zult u zien, er staat er veel stroom dwars voor de pieren langs. Zo ook in de sluizen heb je bepaalde stromingen. De kapiteins van schepen in het algemeen hebben een allround opleiding gehad. Bezoeken een haven zoals de onze een enkele maal per jaar. Wij varen dag in dag uit in die haven. Wij zijn lokaal helemaal bekend, helemaal gespecialiseerd op de ene haven waar wij ons werk verrichten. Is het voor u nou bijzonder om zo'n schip als de Libertad te beloodsen? Ja, het is natuurlijk, de zeil op zich is een hele bijzondere gelegenheid. En die windjammers bezoeken onze haven niet zo vaak en vooral niet in een verband als dit. Dit is gewoon een groot festijn. Dus het is gewoon een hele prettige dag voor mij. Het is dan ook dat ik in de vrije dagen mij beschikbaar heb gesteld om te komen bijspringen, om die schepen te helpen varen. De Lord Nelson, een Brits schip. En niet het enige Britse schip dat inmiddels hier in de loop van de ochtend de sluizen van IJmuiden binnenkomt. Er zijn meer Britse schepen, zoals de Malcolm Miller en de Sir Winston Churchill. Schepen trouwens van dezelfde klasse, zelfs zusterschepen zou je kunnen zeggen. En hier zien we de Libertad, het schip waarop we onze collega Michiel Bersenbrugge al eerder hebben waargenomen, die op een hele bijzondere wijze binnenkomt. De Argentijnse windjammer, de Libertad, is al vaker in Amsterdam geweest. Maar voor de bemanning is het de eerste keer, want ze blijven maar 1 jaar aan boord van de Libertad. Om het heugelijke feit te vieren dat ze nu IJmuiden binnenvaren, willen ze graag voor iedereen in IJmuiden en voor u thuis een groet brengen. Lieutenant Commander Ray Mendes, will you please give the salute? Oké. Cañones carguen! Cañones fuego! En terwijl er inmiddels buiten uw beeld al enkele schepen in de middensluis liggen, zoals ik u al verteld heb, nadert nu het eerste schip dat straks zal deelnemen aan de Parade of Sail, de Noordersluis. En dat is de Sovjet-Russische schip, de Tovarich. Een stalen bark, deze Tovarich. Gebouwd in 1933, maar verder is er eigenlijk, behalve dan wat er naderhand is bijgefabriceerd, weinig oorspronkelijk Russisch aan, want het is een Duits schip. Gebouwd op de werf van Blom en Vos in Hamburg. Maar de eigenaar is nu het ministerie van de Zeevloot in Moskou en het heeft als thuishaven Gerson in de Sovjet-Unie. Ik heb mij voor het commentaar verzekerd van de steun van mijn mede-commentator Arne Zuidhoek. Arne is maritiem tekenaar en schrijver, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een alleraardigst boekje ook uitgegeven, Vlootschouw heet dat. Waar hij de schepen, veel van de schepen, de tolships en de windjammers die vanaf vandaag in Amsterdam te zien zijn, heeft beschreven. Arne, die Libertad ziet erop. Wat bijzondere wijze uit, die zeilen aan die punten, dat is toch niet gewoon? Ze hangen in de gordings. En dat kan betekenen dat ze gereed zijn om bij te zitten. Het kan ook zijn dat ze gereed zijn om op te doeken. Dat is aan de commandant. Ik denk dat de commandant heeft beslist om dit, nu er zo weinig wind is, en ze binnen worden gesleept, de mast nog een beetje body te geven. Thank you.
Onze commentaarpositie is op het sluiscentrum. En daar hebben we de gelegenheid even te praten met de heer Ernst Lamberti. U bent hoofdsluismeester. Wie bepaalt nu eigenlijk welk schip in welk sluis moet? Zoals nu komt de Sagres 2 binnen en die komt in de Noordersluis. Waarom nou niet in de Middensluis? Nou, de bepaling welke sluis wordt door de sluismeester gemaakt. En dat is afhankelijk van de grootte van het schip, de breedte onder andere, de diepgang. De schepen zijn toch beperkt manoeuvreerbaar. Ook de normale zeevaart is toch beperkt manoeuvreerbaar. Waarbij de sluismeester dan bepaalt bij een bepaalde breedte een bepaalde sluis nodig te hebben om het schip veilig te laten afmeren. En dat geldt eigenlijk voor alle schepen, niet specifiek nu bij deze wind, jammer? Nee hoor, dat geldt voor alle schepen. En vooral de zeeschepen. De binnenvaart is wat makkelijker manoeuvreerbaar. Maar een zeeschip heeft toch altijd een 4, 5 meter tussenruimte nodig om, en dan spreek ik over een klein zeeschip, om veilig te kunnen afmeren. Dit is het moment dat de oostelijke sluisdeur van de Noordersluis opengaat. En dat betekent dat met name ook voor de Libertad, daar voluit in uw beeld, de weg naar het Noordzeekanaal, het volle, overvolle Noordzeekanaal, vrij staat. Dan zal de Parade of Sail beginnen, de grote vaart, de grote parade van de Noordzeesluizen over het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Het VOC-schip, de Amsterdam. Wat is die VOC eigenlijk? Wel, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ook wel VOIC genoemd, heeft vanaf 1595 de wereldzeeën bevaren en misschien wel een beetje beheerst. 1595 zond de VOC louter voor de handel de eerste vloot naar Azië. In de loop van de jaren, in de eind 16e, 17e eeuw, en dan zeker 1700 Oost-Indië vaarders op en neer gegaan naar de Oost. Je had ook nog een West-Indische compagnie, maar dat is een ander verhaal. Maar bij deze Oost-Indië vaarders kwamen er ook veel niet terug. Die gingen verloren, dat gebeurde vaak door overbelading. En er was hier sprake van retourschepen. Arne Zuidhoek, wat wordt precies bedoeld met retourschepen? Ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Retourschepen verwacht men dat de schepen weer terugkomen. Dat was de grootste klasse. Maar de andere klasse noemden ze de linieschepen. En dat waren vaak schepen die eventueel in Indonesië en omstreken zelf gingen handelen. Tussen Japan, Indonesië, India, Indonesië of Arabië, Indonesië. En die dus niet meer terugkwamen in Nederland. Nou, het zou leuk zijn om even aan boord te kunnen kijken. Maar dat kunnen we natuurlijk niet met de helikopter of de camera's aan boord van de schepen. Maar Gerard Arnikhoff die was gisteren even op bezoek bij het VOC-schip toen de laatste voorbereidingen werden getroffen voor deze Parade of Sail. Ja, hier staan we dan aan het dek van de Amsterdam, het vlaggenschip van deze Sail. Een schip wat in 1749 op zijn allereerste reis al onfortuinlijk in de modder zakte toen het aan de kust was gelopen bij het Engelse Hastings. Veel pech voor de Amsterdam van toen. Misschien wordt het voor deze wat beter, al wordt het geen schip wat echt zal gaan varen, het wordt een museumschip. Hoe bent u aan de mensen gekomen om zo'n schip te bouwen? Want scheepstimmerlieden die bestaan ook nauwelijks meer. Wij zijn gestart als werkeloze project. Dat was begin 85. Toen, er waren een hoop jonge mensen die een voltooide primaire opleiding houtbewerking hadden en konden niet aan de bak komen. Toen hebben wij ze aangeboden dus om bij ons te komen werken, om werkervaring op te doen. Nu gaat het schip gaat niet echt varen. Het gaat als museumschip in de haven liggen. Maar het is wel uitgerust als een schip dat echt kan zeilen. Hij kan zeilen. We hebben nu ruim 500 vierkante meter zeil erop staan. Ik hoop dat het nog eens een keertje zal gebeuren. Als ik nou naar het doek kijk, waar het zeil van gemaakt is, wat is dit voor materiaal? Dit is vlas. En de zeilen die vroeger werden gemaakt, dat was van hennep.
Maar ook, dus dat is ook het verschil? Dat, ja, dat het is ook het verschil, is, ja, ja. Voor de rest is, is het dezelfde uitvoering zoals toen. Ja. Nou, is het zo dat alle zeilen op dit schip zijn helemaal met de hand gemaakt? Er is geen naaimachine aan te pas gekomen? Wij hebben dus duizenden meters naden gemaakt, zowel heen als retour. En die duizenden meters die mag u vertalen naar een meter per uur. Dus alleen aan de naden hebben we al zo'n dikke 2000 uur, hadden we alleen aan de naden erop zitten. Hoeveel mensen zijn er aan de pas gekomen? We zijn met 16, 17 mensen ongeveer geweest. Dus schommelde nog wel eens het aantal. En dat zijn allemaal vrijwilligers. Want zonder die mensen hadden wij hier echt niet de zeilen op kunnen hangen. Met voorop het VOC-schip de Amsterdam neemt het Argentijnse schip de Libertad toch in tweede instantie het voortouw. Daar komt de Libertad aan en begeeft zich op weg naar Amsterdam. Aan boord nog onze cameraploeg met Michiel Bersenburg. Hallo Michiel. Dag Joop. Het moet wel een indrukwekkend gezicht zijn als je zo vanaf de brug, maar ook van de rest van het schip, kijkt naar wat er om je heen gebeurt daar op het Noordzeekanaal. Het is echt een fantastisch gezicht. Al die duizenden mensen op de kades die de schepen toejuichen en de bemanningen die erop staan. De bemanningen die terugzwaaien, alle toeters, het is echt fantastisch. En de bemanning maakt zich nu klaar om de raas te gaan brassen. Dat wil gaan zeggen dat de raas zo gedraaid wordt dat ze gunstig komen ten opzichte van de wind. Het is een windkrachtje 3 à 4 en het is vrij gunstig om met zeilen naar Amsterdam te varen. En niets is mooier dan dat te doen. We zien op dit moment dat de bemanningen, de zeelui, bezig zijn om gebruik te maken van de kaapstanders. Daar worden de lijnen nu omgelegd, zometeen worden ze aangetrokken en dan zullen de raas gaan draaien in de juiste positie van de wind. Afscheid van de bemanning van de Sagres 2, of de Sagres 2, zoals de Portugezen zeggen, van de Noordersluis, van de sluizen van IJmuiden. Zij gaan het Noordzeekanaal op. Arne, dit lijkt me toch een uiterst gevaarlijk karweitje. Ze staan er op zo'n draad. Dat heet het paard. Dat is juist. Het is een kwestie van wenning, Joop. Als je dat vaak gedaan hebt, is het natuurlijk een fluitje van de zin. Maar in het begin is het, kost het erg veel knikkende knieën. Komen er nu veel ongelukken aan boord voor? Of zitten ze allemaal op een of andere manier vast? Want... Nee, ze gaan onder heel goede leiding gaan ze omhoog. En ze hebben van die riemen bij zich met een musketonhaak dat ze kunnen... inpikken op de locatie waar ze aan het werk moeten. Ze kunnen altijd iets vastgrijpen? Als ze iets missen, dan blijven ze hangen aan hun reddingriem, zou je kunnen zeggen. Safety harness, noemen ze dat in het Engels. Het boegbeeld van de Amerigo Vespucci stelt de Italiaanse ontdekkingsreiziger voor. Vespucci nam deel aan de eerste Spaanse en Portugese expedities naar Amerika. Hij zegt zelf aan 4 ontdekkingsreizen te hebben meegedaan. Wel staat vast dat hij van 1501 tot 1502, deze Amerigo Vespucci, deel uitmaakte van een Portugese expeditie waarbij grote delen van de kust van Brazilië werden ontdekt. En na deze reis kwam Vespucci tot de conclusie de kust van een nieuwe wereld bevaren te hebben. Kortom, dat was Amerika. Arne
Over het algemeen is het zo dat bij feestelijke bijeenkomsten van diepwaterzeilers zoals deze, dan verzamelen zich hordes bezoekers rond Amerigo Vespucci. Hè? Het is eigenlijk een ontzettende trekker, deze boot. Ja, maar het is ook een heel, heel aardig schip natuurlijk. Het probleem voor de ontwerper was dat hij voor 500 man, zoals je zegt, accommodatie moest vinden op een schip wat toch niet groter mocht zijn of langer tussen stevens van een meter of 80. Dus is het niet verwonderlijk dat ontwerper het in de hoogte zocht. Hij heeft, precies als dat je een flatgebouw ontwerpt, heeft hij een varende appartementenkast moeten maken met wel 4 dekken. En toen heeft hij zijn heil gezocht in de houten murenschepen van Engeland rondom 1800. En dan kwam hij tot deze merkwaardige vormgeving uit de bus. Deze kruisen zijn de zogenaamde Lusiadenkruisen in de zeilen van de Sagres II, de Sagres II, die een eerbetoon zijn aan de 15e eeuwse Portugese zeevaarders en ontdekkers die dezezelfde symbolen, deze kruisen midden in uw beeld, destijds ook in hun zeilen voerden. Harmer Roeland ligt naast deze Sagres II. Harmer Roeland, ook een schitterend schip, hè? Ja, het is een magnifiek schip. Vrijwel alle zeilen die staan nu uit. En ik zou eigenlijk aan Arne willen vragen waarom ze niet alle zeilen hijsen, zeg maar. Ik denk dat het manoeuvreren in de Noordzeekanaal, dat blijft toch een riskante zaak. En ze zullen ook wel maar niet exact goed naar de wind staan. Omdat als een schip eenmaal gaat zeilen, dan is die echt niet meer te houden. En dan zit hij zo op de kant. Ja. En waarom, Arne, is het nou zo nuttig om op een zeilschip het vak van zeeman te leren? Waarom zou je dat niet gewoon op een modern motorschip kunnen leren? Dat is inderdaad een argument voor Nederland bijvoorbeeld om zo'n opleidingsschip niet te hebben. Want men redeneert al dus, voor een modern schip heb je niet meer nodig om op de zeilen te hangen als een geesteszieke acrobaat je leven in de waagschaal te stellen. Maar aan de andere kant, als je het onder goede begeleiding doet, dan kunnen de jongens in ieder geval leren wat de invloed van het weer en de zee en de stromingen, die zijn veel pijnlijker voor een zeilschip dan voor een stoomschip of voor een motorschip. Op dit moment is niet bekend hoeveel mensen nu precies aan de boorden van het Noordzeekanaal zitten. De schatting van het aantal bezoekers, daar moeten we op dit moment nog even op wachten. Maar het is duidelijk dat er ontzettend veel mensen zijn gekomen. De drukte verplaatst zich inmiddels, terwijl we naar deze beelden kijken, naar Amsterdam. Want daar zal, ik schat, rond 1 uur of na 1 uur toch de Parade of Sail zeker gearriveerd moeten zijn op het Amsterdamse IJ. Het is heel opmerkelijk dat we aan boord van een van de windjammers een cameraploeg en een uitzendgelegenheid hebben. En dat hebben we aan boord van het Argentijnse schip de Libertad, van de Argentijnse marine. Het Argentijnse zeilfregat de Libertad maakt een zeereis van een half jaar. En die is op 4 juni begonnen in Buenos Aires. Van daaruit is men naar de Verenigde Staten gegaan om vervolgens de tocht te maken naar Europa. Na Amsterdam zal er nog een tocht gemaakt worden over de Middellandse Zee en dan terug naar Buenos Aires en daar op 2 december te arriveren. De Argentijn heeft een 292-koppige bemanning, 24 officieren, 71 onderofficieren en 187 matrozen. Ze varen alle 1 jaar op de windjammer om te oefenen. Een jaar van hard werken. De commando's gaan met een fluitje, want schreeuwen in de wind heeft geen zin. Niet iedereen in de Argentijnse marine kan meevaren op de Libertad. This doesn't mean we are the best of the navy, but usually they try and choose people that have got on very well in their career and are doing well, so it's a type of a prize they award us is this trip. Maar voor die prijs moet je wel wat over hebben, zeker als je wilt gaan slapen. Ze liggen gestapeld, 35 man in een kleine ruimte. Wie niet slaapt tussen de werktijden door, heeft tijd voor brieven of voor studie om hoger op te komen. Maar er zijn ook andere voorzieningen aan boord, zoals dokters die als het moet kunnen opereren. Of de tandarts, met wel wat verouderde apparatuur. Een probleem dat bij de kapper niet speelt.
De keuken is oud, maar wel effectief. Zeker voor de honger die iedereen aan boord heeft na het werk aan dek. Maar binnen 2 jaar zal de Libertad gemoderniseerd worden om in 1992 deel te nemen aan de grote Columbus race over de Atlantische Oceaan. Het is een drukte van belang op het Noordzeekanaal en de politie heeft meegedeeld dat toch veel schippers van plezierboten zich tegen de verzoeken in naar de sluis hebben begeven. En dit zou dan onder meer de reden zijn van een zekere vertraging in deze parade of sail. Maar dat neemt niet weg dat het een drukte van belang is en een gezellige drukte op zee en ook aan de wal, want de belangstelling langs het Noordzeekanaal is in tegenstelling tot Ermuiden zelf overstelpend. De Savisa Zarni hier verlaat de Noordersluis, een poolschip, opleidingsschip. Kijk eens, we zijn net op tijd met de camera erbij. Mooi gezicht, Arne. Dat wou ik juist zeggen, het is precies andersom. Normaal gaat een breefok van boven naar beneden gevallen worden. En hier hijst hem simpelweg naar de raad toe. Het is een schoener, dus ondanks het feit dat hij een vierkant getuigde breefok heeft. En de gaffelzeilen die zijn volgens het wishbone concept. Dat is dat merkwaardige antennesysteem wat je daar tussen de masten ziet. Het is een schip van de Poolse padvinderij. De verdere gegevens weet ik niet zo uit mijn hoofd en heb ik hier ook niet bij dan. Maar we kunnen wel misschien iets over Poolse opleidingsschepen zeggen. Want dit dan van de padvinderij, maar toch ook een zeker opleidingsschip. De Iskra zou hier zijn, die heb ik niet gezien trouwens. De reden is me onbekend. Maar Polen heeft een aantal van deze schepen. Dat mag je voor zo'n natie die toch wat zieltogend is wat betreft de economie. Mag je toch van zo'n natie toch wel even zeggen dat ze een pluimpje op de hoed verdienen? Hè? Dat is heel merkwaardig. De Iskra is trouwens een zusterschip van de Pokoria, dus ook een Poolse barkentijn. Die is hier 10 jaar geleden geweest. Ook een nieuw ontwerp van Sigmund en nog wat. Maar daarnaast hebben ze een fantastisch mooi volschip gemaakt, de Dar Mlyazhizi. En die is 5 jaar geleden hier geweest. En dat is een schip van de laatste categorie schoolschepen. Want de Russen hebben er notabene 4 van in de vaart in de afgelopen 3 jaar gebracht. Het was eigenlijk de bedoeling dat de Mir, de eerste van die serie, ook hier zou komen. Maar dat is helaas niet het geval. Vanmorgen in alle vroegte hebben we de Zedov, het Russische opleidingsschip, hebben we door de Noordersluis zien komen. Als eerste windjammer achter dat mooie, fraaie Amerikaanse cruiseschip, de Royal Odyssey aan. Maar hier ligt de Zedov aan de kant. En het is de bedoeling dat de Zedov zich straks zal voegen in de Parade of Sail. De Libertad, de Tovaric, de Sagres Dos en de Americo Vespucci zijn al druk onderweg richting Amsterdam. Ook de kapitein Miranda zal zich daarbij voegen. Eerst nog ook de Noorse Christian Radik. Dan de Russische Cruisen Stern. En dan zal deze Zedov, het grootste zeilschip ter wereld, zal zich naar Amsterdam begeven. Dit is de Christian Radik, de Noor waar ik zojuist even van sprak. De Christian Radik die hier al voor anker lag. Die hier voor de wal lag. En dit is Zedov, zoals in het Kyrillische schrift staat geschreven. Dit fraaie Russische schip. De Kaliakra zien we hier. Een Bulgaars schip. Dat wil zeggen, de Kaliakra is ook gebouwd in 1984. Waar, dat kan ik eerlijk gezegd zo gauw niet vinden. Het is wel aardig om eens even op die naam te komen. Het is een heel vriendelijk scheepje als je dat zo ziet. Door de eeuwen heen hebben Bulgaren veel strijd gevoerd tegen de Turken. En tijdens de bloei van het Ottomaanse Rijk hielden de Turken het Bulgarije bijna 5 eeuwen bezet. En sommige mensen, zoals Kaliakra, een dame, legde zich niet bij de onderdrukking neer die tot in de 19e eeuw heeft geduurd. En zij verkoos de dood boven bekeerd te worden door de islam. En met de haren ineengevlochten met dat van 40 andere vrouwen stortte zij zich van een 70 meter hoge rots. En die rots die heette Kaliakra. Kaliakra is zodoende het symbool geworden van vrijheid en verzet. En zo komt dit fraaie Bulgaarse schip aan zijn naam.
Hier in beeld de Malcolm Miller. En dat betekent dat een aantal Britse schepen zich gaat aansluiten bij de Parade of Sail. Malcolm Miller en ook de Sir Winston Churchill, die even voor dit schip vaart. Deze twee schepen zijn zusterschepen en behoren tot de grootste schepen voor zeilopleidingen in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb hier als lengte staan 46,6 meter. Nu is het wel zo dat ergens de zeilorganisatie, is dat waarschijnlijk, heeft bepaald dat de lengte over alles moet zijn 48,8 meter. En dat betekent dus dat deze eigenlijk te kort zouden zijn. Maar je kunt die lengtes, Arne Zuidhoek, op diverse manieren berekenen. En dat doet men ook, geloof ik, hè? Ja, maar dan praten we over de racers. Dat is ingewikkelde materie. Maar ze verdelen de schepen in een paar klassen. De A-klasse en de B-klasse. De A-klasse, dat zijn de grote raarschepen van boven de 150 ton Thamesmeting. En dat is weer een ingewikkelde berekening met een formule erbij waarvan ik ons nu niet zal vervelen. En anders getuigde schepen zoals barkentijnen en driemastschoenen, et cetera, als die 500 ton Thamesmeting zijn. Daaronder heb je een B-klasse en het zijn alle schepen van 50 tot 500 ton Thamesmeting met een waterlijnlengte van tenminste een meter of 9, ruim 9 meter. Ongeacht wat voor tuigage. Dan heb je nog een C-klasse. En dat zijn alle schepen onder de 50 ton Thamesmeting. En ja, dat is om handicaps in te delen bij racers. Want normaal gesproken winnen de grote jongens de meeste wedstrijden. Het oudste schip onder de deelnemende tollships is de Belem. En dat is dit schip dat nu de Middensluis in IJmuiden uitvaart. Ze liep in 1896 in Nantes van stapel en vervoerde onder meer voor een Parijse chocoladefabriek cacaobonen vanuit de Braziliaanse haven Belem. Het schip heeft een lengte over alles van 52 meter en het aantal opvarenden is rond de 60, 65. Het is niet eens zo'n groot schip, Arne Zuidhoek, maar het maakt wel indruk als je het zo ziet. Het is een prachtig schip. Het is werkelijk, ze heeft ontstellend mooie lijnen. Zowel van alle kanten bezien, van boven, van opzij, van achter. De manier waarop ze getuigd is, het is werkelijk schitterend. En ze heeft ook een hele mooie carrière achter de rug. Want toen de handel niet meer lonend was, is ze verkocht naar adellijke figuren. Waaronder de hertog van Westminster, die heeft er een tijd mee gevaren. En het ruim veranderd in de accommodatie met 40 hutten voor zijn gasten. Dus dat zal er best vooruit gezien hebben in die tijd. Is het ook nog niet bezit geweest van de man van het recordboek, of laat ik liever zeggen de bierbrouwer Guinness? Ja, ja, klopt. En die heeft er weinig aan veranderd, behalve de naam. Toen werd de Belem, die werd Fantoom nummer 2, eigenlijk een beetje spookachtige naam. En ze is ook een beetje spookachtig verdwenen voor een tijdje. Toen ze weer naar een andere dure man werd verkocht in Italië, Venetië met name. Die een opleiding had voor wezen uit de oorlog. Toen die wezen eenmaal groot waren geworden, toen verloor het schip zijn functie. Haar functie, moet ik zeggen. Toen heeft het even uitgezien dat ze gesloopt zou worden. Maar gelukkig is er in Frankrijk een organisatie gekomen met een ontzettende moeilijke naam. Association pour la sauvegarde et la conservation des anciens navires français. Zeg ik het op zijn Amerikaans. En die hebben dat in 1979 teruggekocht en met de hulp van instanties en van een bank, gesponsord door een bank, weer teruggekregen in de staat van 1896, behoudens die balustrade die je op de campagnedek ziet, helemaal achteraan op het schip. Dus dat zijn allemaal van die, ja, bijna stoelpoten affaire. En dat is een beetje te popperig, dat is zonde. Maar verder is het een schitterende boot. Aanvankelijk was het de bedoeling dat nog een schip van Nederlandse makelij, de Astrid, overigens een Brits schip,
mee zou doen aan de Parade of Sail. Maar het zou kunnen zijn dat hij in de Zuidersluis geschud wordt. Het was aanvankelijk toch de bedoeling om de Astrid in de Noordersluis te schutten. Ik heb het hele schip niet meer gezien. Dat zou betekenen dat deze Lord Nelson nu in uw beeld de hekkensluiter zal zijn bij de Parade of Sail vandaag op het Noordzeekanaal. Lord Nelson, een bekende naam. U kent ongetwijfeld zijn standbeeld op Trafalgar Square in Londen. Lord Nelson, admiraal Nelson, die bij de verovering van Corsica het zicht aan één oog verloor. En na een aanval op Santa Cruz moest hij op volle zee nog een arm laten amputeren. En op 21 oktober 1805 bracht hij bij Trafalgar de Frans-Spaanse vloot een beslissende nederlaag toe. Maar hij sneuvelde zelf in de strijd. Lord Nelson, een oog en een arm kwijt op zee. Deze Lord Nelson is speciaal gebouwd om ook lichamelijk gehandicapten de kans te geven om van het zeezeilen te genieten. Elke gehandicapte aan boord wordt bijgestaan door een helper. En samen verrichten ze precies dezelfde taken als de bemanningsleden van de andere schepen. De Lord Nelson, 54 meter lengte over alles. En zijn bouwjaar, nog een vrij jong schip eigenlijk, 1986. En het totale aantal opvarenden is 50. Kan ik alleen toevoegen dat het, hoewel het schip een beetje merkwaardig uitziet natuurlijk, toch een schitterend feit is dat het... dat er een barktype is ontworpen om er toch met de gehandicapten te mee kunnen zeilen en die het genoegen van een zeereis te gunnen. Dat is werkelijk geweldig. Zelfs omdat er een goede zeilvoering is met een enkel onderzeil, enkel marcel en dubbele brammen en toch nog wel een behoorlijke lengte heeft. Het is ontworpen door Colin Muddy en die heeft ook de Royalist ontworpen. Dat is een brikje die eigendom is van de zeekadettenkorps in Engeland. En zo heeft Engeland dan toch de laatste 20 jaar de schade ingehaald van het totaal ontbreken van een raar getuigd schip. De Parade of Sail is nu totaal. Over een lengte van vele kilometers Noordzeekanaal gaat de Armada op naar de hoofdstad Amsterdam. In IJmuiden is het gebeurd. Het werk zit erop. Met name ook voor hier het sluiscentrum op de Middensluis in IJmuiden, waar de Zuider, maar vooral deze Middensluis en de Noordersluis, waar de grote windjammers doorheen zijn gekomen, gesloten gaan worden. Ze zijn leeg, het is afgelopen wat betreft IJmuiden. We gaan onze aandacht verder richten op datgene wat er op het IJ gebeurt, waar de windjammers, de tollships, zo dadelijk zullen aankomen. Ter hoogte van de pontverbinding bij Buitenhuizen, zo ongeveer halverwege het Noordzeekanaal, hier de waaraan dit grootste zeilschip ter wereld zijn naam ontleed. Hij was een visserszoon, dat ten eerste. Hij heeft na een nautische studie ontdekkingsreizen gemaakt naar het Noordpoolgebied. En in de oorlog van Rusland tegen Japan in 1905 was hij commandant van een torpedoboot. In 1912 stelde hij voor om met hondensleeën een expeditie over land op te zetten naar het middelpunt van Arctica, de Noordpool dus. En de tsaristische regering weigerde weliswaar alle steun, maar dankzij giften van particulieren lukte het toch om de reis te ondernemen. Maar helaas, deze Sedov heeft de Noordpool nooit bereikt. Na herhaalde en vergeefse pogingen stierf hij onder ijselijke omstandigheden aan scheurbuik. En dat is bekend, scheurbuik. Vlektyfus, dat waren de ziekten die op dit soort schepen in vorige eeuwen met name heersten, maar ook aan het begin van deze eeuw, toen deze schepen de wereldzeeën toch nog aan het bevaren waren. Het grootste zeilschip ter wereld.
Vlakbij het Amsterdamse IJ is inmiddels het Argentijnse marineschip de Libertad, dat praktisch helemaal op kop vaart achter het leidende VOC-schip de Amsterdam, de Libertad, op weg naar de hoofdstad. Met aan boord nog steeds ons camerateam. De Argentijnse marine is gastheer voor de NOS. Met aan boord Michiel Bersenbrugge. Michiel, aan boord heb je daar bij je de loods die deze fraaie Libertad door het Noordzeekanaal loodst. Dat lijkt me een heel karwei. Dat is het ook inderdaad voor hem. Maar het is heel aardig om te vertellen dat de loods vandaag eigenlijk een vrije dag had. Maar hij wilde onder geen beding Sail 90 gaan missen. En hij heeft gevraagd of hij speciaal op deze dag de Libertad zou mogen begeleiden naar Amsterdam. Op dit moment is hij met de kapitein aan het praten, maar we zullen even onderbreken. U had eigenlijk vandaag een vrije dag, maar het lijkt me een zeer nuttige besteding van de vrije tijd. Had u een dergelijk spektakel verwacht? Ik had er natuurlijk wel wat van verwacht, al de publiciteit die eraan gegeven is, maar wat we vandaag meemaken slaat natuurlijk alles. Het is ongelooflijk wat we zo langs het kanaal gezien hebben aan mensen, belangstelling en alles wat maar varen kon. Nou, beloodst u normaal koopvaardijschepen? Schepen, dit is een zeilschip. In hoeverre is dat anders? Ja, zeil is natuurlijk heel anders dan met de machine varen. U merkt het zelf, de rust, al zou u het aan het geluid van de helikopters niet zeggen. Het is stil. En ja, je moet wat meer rekening met de wind houden dan met een gewoon schip. Je bent minder met een gewoon schip, ben je niet afhankelijk van de wind. Alleen in beperkte mate. Is het lastiger dan een koopvaardijschip beloodsen? Ik wil niet zeggen dat het lastiger is, dat kan ik niet zeggen. Maar het is even iets anders. Het VOC-schip de Amsterdam is weer terug van even een paar dagen weg geweest. Hier zal het VOC-schip afmeren voor de verandering dus aan de westelijke kant van het Centraal Station. Want vanuit de heli kijkt u via het havengebouw met even boven in beeld de Sonesta koepelzaal, dat groene koepeltje. Daar zal hij nu plaatsnemen terwijl het VOC-schip de afgelopen jaren is gebouwd sedert 1985 aan de andere kant van het Centraal Station. Het VOC-schip Amsterdam weer even thuis in Amsterdam. We gaan weer verder in westelijke richting het Noordzeekanaal op. De Ader dwars door Noord-Holland, dwars door het Kennemerland en de Geestgronden en de Duinen naar IJmuiden. Het Noordzeekanaal, dat zo'n belangrijke ader bleek te zijn voor Amsterdam, zonder omwegen naar de Noordzee. En in de stoet zal de Libertad, het Argentijnse marineschip, de tweede zijn. Midden in beeld. Op dit moment zien we dat de Libertad zijn zeilen weer in de gij in de gortekens gooit. Dat wil zeggen dat hij in de buurt komt van zijn bestemming en wat vaart mindert. Een soort afremmen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is nog geen noodstop hoor. Dat heeft er ruimte genoeg voor. Schepen zullen waarschijnlijk wel even doorvaren, neem ik aan, langs het VOC-schip Amsterdam dat bij het havengebouw ligt. En richting Oostelijke Handelskade varen, achter het Centraal Station langs. En de kapitein van de Fragata ARA Libertad kijkt hoe de naaste toekomst eruit ziet en zal dit schip veilig over het ei loodsen. De Libertad op het ei. Hoe wordt dat aan boord ervaren, Michiel Bersenbrugge? De bemanning is werkelijk verrukt van wat zich hier allemaal afspeelt tijdens de parade naar Amsterdam. De Libertad is niet de eerste keer in Amsterdam. In 1985 maakte het ook een sailparade mee.
Maar voor de kapitein van dit schip, commandant Alvarez, is het wel de eerste keer. En ik zal hem eens vragen van wat van hij van deze parade vindt. Commander Alvarez, how much are you impressed by the welcome of the Dutch people here? Well, I are really very impressed because there are great day and there are many people, and really I never thought that there are many boats and many people to this reception. I think it's a big reception. You didn't expect such a reception by the Dutch people? Well, I know these events and the other countries, but I never thought that this is a big one. Compared just with the other sailed manifestation in other harbors, what is the difference? Is Amsterdam the best? Well, for me it's the best, and I think it's very important because the long distance between the IJmuiden and Amsterdam permit show the sail tall ships in really good form. And think this is very important. Because over two sides, right side and left side, all the people show and look the ships, and for us it's a great spectacle too, because we saw the people and everything used this moment. It's a pleasant moment for everything. Hier heeft de wieg van Amsterdam gestaan. 1275, toen graaf Floris V de vrijstelling van tol gaf, was hier voor het eerst sprake van Amstelledammen, het latere Amsterdam. Hier werd een dam opgeworpen, ofwel om een gemeenschap op te richten, ofwel ter bescherming voor daar al wonende vissers en boeren. Van hieruit is Amsterdam groter gegroeid tot de hoofdstad die het nu is, met al het scheepvaartverkeer. Hier nu is binnen de kop van de armada van de Parade of Sail, die zal leiden tot Sail 90, de grote manifestatie. Donderdagmiddag, 3:50, Sail kan beginnen, is eigenlijk al begonnen. En het kan u bijna niet meer ontgaan zijn, maar Amsterdam heeft vanavond de sailvloot hartelijk welkom geheten. De komende dagen zijn er vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat tal van feestelijke, maar vooral ook sportieve evenementen. Morgen bijvoorbeeld een platbodemrace op het IJsselmeer, drakenbootraces in het Oosterdok en een sloeproeirace hier midden op het IJ. De NOS-televisie doet er dagelijks verslag van in het NOS-journaal en in Studio Sport. Zondagmiddag zijn we rechtstreeks met een verslag van een vlootschouw. Prins Willem-Alexander is dan admiraal, de Groene Draak is dan het admiraalschip en een vloot van honderden schepen zal dan een saluut brengen. En waarom dat spektakel nu juist leuk en interessant is om naar te kijken, dat zult u zondagmiddag kunnen zien van 2:30 tot 4:00 bij de NOS. Voor nu vanaf het VOC-schip de Amsterdam in de IJhaven in Amsterdam een goedenavond.